Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de start is voor beide paarden goed, maar met name voor Original Charm. Wat een start zeg. Wat een vertoning deze Fransman. Een zeer imponerend paard, een kasteel van een paard en ook de gangen eronder. Grote stappen snel thuis, maar... Want ik weet nog dat het op het weiland begon en er was één paard die stopte nooit. En daar was een geit die stond bij me op stal. Bent u altijd nog een beetje zenuwachtig als u het Wochnums volk mag toespreken? Ja, natuurlijk. Dat zal nooit veranderen. Hier in het hart van Montfoy Horten op de Kerkstraat gaat het weer gebeuren. Kunt u het gevoel omschrijven van de harddraverij? Oh, wat een hele man. Dan ga je hobbelen, hobbelen, hobbelen. Alles wat hier in Wochnum gewoond heeft, wat vriendschap heeft met elkaar, dat komt hier terug. De mensen die er zijn. Gezelligheid. Zo spreek je de mensen en dat is het mooiste wat er is. Ga je winnen? Ik hoop het. En een duurtje 7 en 2. Hoe ben je nou een kenner? Hoe voel je dat nou? Hoe weet je dat? Dat is heel makkelijk. Als je naar een paard en naar een vrouw kijken en als een paard die heeft zijn oortjes vooruit en die wil het winnen, met de vrouw hetzelfde. Hoeveel geld heeft u gewonnen? Nou, dat minder als de inzet. Ik heb nog nooit de stuiver gewonnen. De grootste winst is dat we belasting moesten betalen. Dat is en dan net je aardig geworden. Te veel. Het is ook uniek in de wereld. Discipline van drafsport. 300 meter gewoon in de winkelstraat, in de winkelcentrum. Dat kent men nergens in de hele wereld, alleen in Nederland. Maar het mooiste van alles is gewoon dat je elkaar ontmoet, dat je een biertje drinkt met elkaar en een fantastische middag hebt. En daar houden we van.